de leukste winkel van de regio Noord-Nederland, Friesland, omstreek op die bestrijdende plaats. Ik spreek met wie je bent, hallo? En actie! Nou, beste kijkers, het heeft even geduurd, maar een nieuwe vlag van Wiebes Verkoopplaats. En weet je, soms moet je wat vertellen wat niet zo leuk is. Mensen praten en ik hoor ook van alles. Dus het werd tijd voor een vlog en voor mijn verhaal. En inderdaad, het is zo. Ik ben er klaar mee. Ik ga stoppen op de burgemeester Wuiterweg met mijn winkel. Ja, al die Wild West verhalen, hij gaat stoppen. Ja, ik ga stoppen, inderdaad. Dus ik denk, ja, dat ga ik nu toch maar bij jullie bekendmaken. Van nou, eind september ben ik hier vertrokken. Dus ja, wat kan ik er nog meer op zeggen? Wacht even. De vuist op tafel. Want weet je wat er is? Ik ga niet stoppen. Mwah, ik ga verhuizen. Oh ja, ja, ik ga verhuizen. Naar een hele nieuwe locatie. Dat had je misschien niet gedacht, hè? Maar het is wel zo. Dus weet je, ik neem je mee naar de nieuwe locatie. En hoe het allemaal werkt met verhuizen, dat soort dingen, dat komt allemaal later wel. Want er is zoveel gekwak in Drachten City. Dus ik ga door en neem je mee. Nou, beste kijkers, hier gaat het dus gebeuren, hè? Op het Museumplein. Recht tegenover dienstencentrum De Holdert. Schuin tegenover de bibliotheek. En de naaste buurman word ik van de AWB-winkel van Drachten. En allemaal appartementen eromheen. Volgens mij wordt het nog veel drukker als anders. En weet je wat zo leuk is? Mijn grote huurders. Stoere Wenje. Mijn kapsalon. Brenda Postma. Postma kappers gaat mee. Mijn supermarkt gaat mee, mijn zilvereiland en mijn antiekhandel die gaat mee, de buf nieuwe damesmode gaat mee, dus de horeca wordt uitgebreider, nog lekkerder. Wat hebben we dan nog meer? Dan moet ik even denken. PostNL gaat natuurlijk ook mee, hè? Dus ja, weet je, hierachter gaat heel veel gebeuren. Nou, volgens mij moeten jullie allemaal bijkomen van deze vlog. Want iedereen dacht van hij stopt. Nou, mooi niet hoor. We gaan door, wat ik al zei. Dus deze vlog is heel belangrijk om heel veel te delen. Want ze kwaken zoveel in Drachten over mij. Dan kan het niet zoveel schelen hoor. Maar weet je, wat ik al zei. Ik blijf en ik ga door. Laten we doorgaan. Laten we doorgaan. Want gaatje zijn, ja we zullen doorgaan. U wordt bedankt, u kunt wel gaan. We zullen doorgaan, met z'n allen naar de zaan. We zullen doorgaan, we zullen doorgaan. Tot wat gaatje zijn, ha ha ha. En het wordt nog veel leuker, want de horeca die wordt groter. Wordt verrassender. Wat niemand heeft in Drachten qua inrichting, ga ik niks over zeggen. Dus ik zou zeggen, volg ons veel. En er komt ook heel veel in de uitverkoop in de oude winkel. Hè? Dus ja, wat wil je? Fietsers, centrum, ja, drukte. Nou, in ieder geval, ik zou zeggen, bedankt voor het delen en het kijken. Lees het nog maar eens een keer goed terug. Laat op je inwerken. En tot ziens, hè. En ook vooral ook blijven komen daar een paar honderd meter verderop op de burgemeester Wuiterweg. Want daar ben ik nog niet weg en dat zeg ik, komen heel veel koopjes aan. Nou, tot kijken en sterkte met verwerken, zal ik wel zeggen. Hey, doei doei. That's all, folks. Wil je de andere vlogs nog terugzien? Kijk op YouTube, Wiebes Verkoopplaats. Nou, het is weer geweldig.